Dames en heren, welkom bij deze spannende interland van vandaag. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jordi Mulder. Chris Mumpel is aangewezen als scheidsrechter van dit duel. De sfeer in het stadion is fantastisch. De supporters hebben massaal naar deze wedstrijd toegeleefd. Miralles. Hazard. Belangrijke tackle. Lens. Christian Bentekeliolo. Ze vechten om de bal. Goede vorm, mooie tackle. Maakt zich de... Ja, en nu? Het schot. Stopt de bal, maar het gevaar blijft. Raak, hij zit. Dat zie je niet elke dag. Een doelpunt van een verdediger. Nee, en hij bewijst hier hoe veelzijdig hij is, Evert. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Het eerste doelpunt van vandaag. Miralles. Yes.
Deze speler is een uitstekende kopper. Als de aanvoer goed is, kan hij voor veel gevaar in de lucht zorgen. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ja, en nu? Ongelooflijk hoor. Hij laat zijn grote kwaliteit zien met deze actie. De keeper mag hem dankbaar zijn. Hier al, Jas. Hij herovert de bal met zijn tackle. Sneijder heeft de bal. Ja, en nu? Een schot. Nou, daar zat buskruid in dat schot hoor, maar de keeper redt. En die bal gaat achter, het is een hoekschop. Zijn heupen. Hij voelde zich zeker eenzaam in zijn doel. Want hij gaat op zoek naar gezelschap. Niet zo verstandig als je het mij vraagt. Miraljas. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Goeie tackle. Hij heeft de bal te pakken. Sneijder aan de bal. Wesley Sneijder speelt bijna altijd naar voren. Hij is enorm doelgericht. Delaimi. Lombards. Christian Bentekeliolo. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. Doelpunt. De wedstrijd ligt er helemaal open. Schot van afstand. Wat een schitterend schot van grote afstand. Zo, dat is knap van die afstand. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Sneijder aan de bal. Lens. Hij kan voorzetten. Hij wordt voorgegeven. Robben! Daar is hij dan. Voorzet op maat en hij hoefde hem alleen maar in te knikken. Ja, en de keeper was kansloos. Geweldig gescoord met het hoofd. De keeper doet er niets meer aan. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? De Jong. Ja, en nu gaat op het doel af. Een keihard schot op doel, maar de keeper zit erbij. Delaimi. De tackle was goed,
maar levert geen balbezit op helaas. Hazard. De scheidsrechter fluit voor buitenspel. Lens. Van die verdediger heeft hier geen last meer. Kijk eens. Daar zal de trainer niet blij mee zijn. Deze jongen moet duidelijk veel meer trainen met zijn chocoladebeen. Ja, net zo goed als zijn sterkste been zal misschien nooit lukken. Ja, dit zag er wel erg knullig uit. Van Damme. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Ze vechten om de bal. Huntelaar. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Ja, en nu? Loeihard. Een gevaarlijke situatie. Die bal gaat over de achterlijn corner. En hier zien we het aantal schoten. Verdient geen schoonheidsprijs, maar effectief is het wel. Christian Benteke Liolo. Hierajas. Daley Blind. Hij fluit voor buitenspel. Voorzet is niet goed, wordt weggewerkt door de tegenstander. Huntelaar heeft hem. Ja, en nu op de lat. Dat was puur een reflex van die verdediger. Nou, wat gaat de scheidsrechter beslissen? Komt er een kaart? Die tackle was niet helemaal volgens de regels. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Goede beslissing van de scheid. Je ziet dat hij gewoon te laat was en de bal niet speelt. Hij dicht aan. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. De keeper heeft hem. De eerste helft is gespeeld. 2-1 en eens kijken wat ons de tweede helft gaat brengen straks. De scheidsrechter is er klaar voor. We trappen af voor de tweede helft. De Jong. Ja, en nu? En het schot. Net naast. Als die bal erin was gegaan, hadden ze de winst waarschijnlijk zeker gesteld. Het was een grote kans. Een enorme kans. Verdediging werkt niet mee. De Jong. Bal kwijt. Eens kijken hoe ze omschakelen nu.
Die bal wordt nog net onderschept. Miralias. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Komt de wissel aan. Doorspelen, gebaart de scheidsrechter. Ja, en nu? Huntelaar moet uitkijken. Nou, afspelen de bal. Er zijn mensen meegekomen. Daley Blind. Oh, dat stagneert. Witsel. Hazard. Knap ontweken hoor, die sliding. Een teamgenoot loopt zich vrij. Christian Benteke Liolo. Hij laat hem zo uit de dekking draaien. Die ging hard. De bal wordt goed geblokt. Keeper hoeft niks te doen. Bal, retour, afzender. Delaimi. Miralias. Daley Blind. Het is Robben. Ja, en nu? Met die ingreep voorkomt hij zeer waarschijnlijk het doelpunt. Beetje af hoor. Daley Blind. Het is Robben. Ze storen goed. Door die pressing hebben ze het balbezit overgenomen. Hij en de doelman. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Overtreding, maar die was nodig om de aanval te onderbreken. In deze tweede helft gaat de coach de zaak nieuw leven inblazen, want er moest echt iets veranderen. Daar komt nog een speler aan voor die vrije trap. De Bruyne. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Die pikt hem op. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Van de Vaart. Ja, en nu? Nee, zeg, bal op de paal. Zo hoort het. En met dit doelpunt bouwen ze een voorsprong uit. Ja, hij neemt die bal geweldig aan. Hij kijkt even en hij plaatst die bal schitterend in de hoek van het doel. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Die pakt die bal op. Ja, en nu? Hij doet wat hij moet doen en onderschept die bal.
Huntelaar. Deze man heeft echt een goede wedstrijd nodig. Hij moet een keertje uit het dal kruipen. Een juweeltje dit schot. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de achterstand kunnen wegwerken. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Witzel. Chatli. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Nigel de Jong wil de bal hebben. Een schot. Vol op de lat. Krijgt zijn vuist er nog tussen. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Van de Vaart. Oei, daar gaat iets niet goed. Dat lijkt op een spierblessure. De Bruyne. Lekker combinatiespel. Damme. De coach zal trots zijn op deze speler, want die heeft vandaag keihard gewerkt. Hij verzet ongelooflijk veel werk voor zijn elftal. Beide teams gaan wisselen. Strak een voorzet. Strootman. Komt niet verder. Martin Zindi zet zichzelf buitenspel. Ja, hij loopt zich goed vrij daar, maar wordt hij ook gezien? Ja, en nu? Wat een waanzinnig schot! De partij zit erop.
Nou, het was wel duidelijk wat hun bedoelingen waren vandaag, Juri. Vol de aanval inderdaad. Knap gespeeld, hoor. Dames en heren, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.